Maar ze deed niet voor van je moet het zo, of weet ik veel. Weet je natuurlijk niet meer. Ja, en ik heb het natuurlijk ook voor een deel verzonnen. Precies, oké. Okay. Oh. Oh. Ja. Oh. Jezus. <Nou. laughs> Mooie boogjes. Dan doen we... Ze maakte een sierlijk gebaar. Met haar hand. Ja. Even. Nee, je bent niet gek, zwemmers en dolfijn. De kop laten we even zitten. Dit vond ik een heel grappig stuk. Toen ik het de eerste keer las, moest ik echt hard op lachen om een aantal dingen in de tweede helft. Want de eerste deel vind ik een beetje lang. Dat klopt ook wel, want hier gaat tot hier. Dan, mm-hmm. Ik denk dat je dan al... Even kijken hoor. Dan heb je 446 woorden. En dit stuk vond ik heel grappig. En dit vond ik een beetje lang. Dus ik dacht, laten we dat een beetje inkorten. Mm-hmm. Het gaat over dat je iets goed deed. De juffrouw zei iets. Een heleboel kindjes deed het verkeerd. Jij deed het toch goed. En daarna deed je het alsnog verkeerd. Ja, klopt. En dat is een klein... meeslepen met de rest. Ja, een klein beetje onduidelijk waarom. Maar ik weet niet of het heel erg is, maar... Oké. Ik zou minstens met de helft willen terugbrengen. Omdat het gewoon onnodig lang is. Dus als je zegt... Als we gewoon een beetje met de kaas gaaf... Kun je al zeggen... 7 jongetjes... Hielden zich vast aan de rand van het ondiepe, zeiden wij vroeger. En dan zwembad weet je in de volgende regel. Maar ondiepe snapt iedereen ook al. En dan zou je ook nog zeggen, klemde zich vast. Ligt eraan hoe goed jullie konden zwemmen. Ja, ik dus heel goed. Maar die anderen. Die anderen ook al wel, hè. Dus dan klem je niet echt meer, hè. Vooruit. Hielden zich vast aan de rand van het ondiepe. Punt. Met klemmen zit er wat meer... Ja, zit er meer spanning in, hè? Meer actie. Zit er meer spanning in, ja. Maar, ja. Moet je maar beetje ik weet of... niet of die spanning niet per se nodig is. Het is meer van, als het je eerste zwemles is, dan verwacht je dat. Hè? Dus je ja, precies. Krijgt misschien iets te verkeerde verwachtingen. Oké. Okay. Hey, en dan met uitzicht op de ingegroeide grote teennagel die uit de badslippen van de zwemjuf stak. Dus sowieso, ik vind dat niet lekker. Dus waarom zou je dat in de tweede zin van je intro zetten? Want wat is er nou fijn aan een ingegroeide teennagel? Ja, niks dus. Dat is de... Daarom introduceer ik het. Jij vindt dat grappig? Later... Nou, ik maak er een cirkeltje mee. Ik denk dat dat de overweging was. Dat aan het einde kom ik terug op die teennagel. Ja. In de diepte van de ellende zie ik vooral die teennagel. Ja, maar is het voor jou onmisbaar? Nee. Nou, dan kan die helemaal eruit. En sowieso, hè, met prachtig uitzicht op de grote teen. Dus dat kan je ook sowieso wel teennagel. Met uitzicht op de tenen. Dus het zijn veel te veel woorden, sowieso. Maar ik zou hem helemaal wegdoen. Ja, got it. Dus, en ik zou gewoon dan een beetje actiever maken. En de juffrouw laten zeggen. Iets laten zeggen. En wat zou ze dan zeggen? Jongens. Zijn dit momenten dat ik in moet in mag vallen ook? Ja, ja, we doen het gewoon samen, toch? Oké, okay, ja. Nou ja, dan zegt ze dus iets over die dolfijnenboogjes. Ja. Zegt ze dan, en nu gaan we allemaal? Ja, dat denk of ik, ja. Wat zegt ze? Ja. En nu zwemmen we allemaal naar de overkant als een dolfijn, zoiets? Ja. Met mooie boogjes? Zoiets? Ja. Ja. Deze het dan niet voor? Ja, dat weet je natuurlijk niet meer. Het is al heel lang geleden. Wat zeg je? Was dat te lief? Nee. Ja, ze was wel lief. Nee. Deze het dan niet voor. En toen oh, zei nee, ik, ze ja, stond op de kant. Nee, maar ze deed niet voor van je moet het zo... Of weet ik veel. Weet je natuurlijk niet meer, want het is... Oké. Okay. Ja, en ik heb het natuurlijk ook voor een deel verzonnen. Precies. Oké. Okay. Oh. Oh. Ja. Oh. Jezus. Nou. Mooie boogjes. Dan doen we... Ze maakte een sierlijk gebaar...
Met haar hand. Ja. Zoiets? Ja. 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 Waar het om gaat is... Het enige wat echt belangrijk is dat overkomt... Is natuurlijk dat zij iets laat zien. Of iets uitlegt. En dat ik het goed doe. En vervolgens me laat beïnvloeden door de rest. Door de groepsdruk. Snap ik. Dus daarom dat je het gewoon heel erg kan inkorten. Ja. Dus om de basis van Dyke te leren vind ik op zich wel... grap interessant. Denk ik. Ja. En omdat jij dit nu denkt, moet het niet hier achter doorlopen. Dus, nou, laat heel even staan. Een gebaar na denk ik kunnen zetten. Dat ze met mooie boogjes dan die regel afbreken. Om de basis van het duiken te leren, denk ik. En dan zeggen ze maakte er zo'n sierlijk gebaar met haar hand bij. Zoiets. Zou dat werken? Ik ben er meer voor om dat dan bij elkaar te houden. Want dan is het compacter. Gewoon al haar dingen bij elkaar. En dan... Ja. Maar laat het gewoon helemaal schrappen. Want het is gewoon niet belangrijk eigenlijk. En dan, ik was altijd wel een goede zwemmer. Ja. En ik had er aardig in. Dus ik zag het al voor me. Je kan dat korter doen. Ik zag het meteen voor me. Maar. Toen mijn klasgenootjes. Van start gingen. Als je dan zet voor me uit van start gingen. Dat is niet zo'n mooie zin. Mm-hmm. En dit zou ik iets doen. Deden ze iets heel anders. En dan hier kan je... Ja, dan ik dacht dat ze zouden doen, hè. Deden ze iets heel anders. Ja, eigenlijk is het genoeg. Ja. Ze hielden een hoop boven water. Oh. En ze sprongen met de borst vooruit. Dus, ze sprongen eerst in het water en daarna hielden ze hun hoofd boven, hè? Ja, dit is een beetje... ik vond het moeilijk te omschrijven hoe het er precies uitziet. Want het idee was, je zit in het ondiepe en je maakt zet telkens af op de bodem en dan maak je zo'n boogje. Oh ja, natuurlijk. Zo. Okay. Door het zwembad heen. En zij bleven met hun hoofd boven water, dus ze maakten een beetje zo'n soort oink. Zo'n soort... Oh, oké, ik snap hem. Dan klemmen ze zich ook helemaal niet vast. Ik denk ook niet na. Want het is het ondiepe. Ja, dus hoef je helemaal niet vast te klemmen. Nee. Staan. Aan de rand van het ondiepe. Dus een beetje staan is een beetje saai, maar... Ja. Wiebelen? Ja. Wat doen jongetjes? Ik zie zo'n rijtje van die hoofdjes voor me. Zo langs het... Ja, maar als het ondiep is, komen ze maar tot hun middel in het water. Ja, tenzij ze heel klein zijn. Nee. Weet je hoe ondiep... Oh, wacht even. Hoe ondiep is het ondiepe? Je hebt gelijk. Ja, wat zal het zijn? 1,5 meter? Ja, dan komen ze... Met... Oh ja. Oh ja. Oké, okay, ja. Moet even goed nadenken. Dan denk ik weer aan een kinderbadje, maar het ondiepe is geen kinderbadje. Oké. Okay, we houden het zo. Het is leuker. Ja. Ik zag meteen voor me, toen we van zet gingen, kom maar, deden ze iets heel anders. Ze hielden hun hoofd boven water. Ze hielden hun hoofd boven water. Maar ze gingen wel, en ze zetten zich af. En ze sprongen, god wat ingewikkeld is dat. Ja, ja. Ja, ik heb mezelf wel een taak. En ze sprongen met borst vooruit. Ik laat dit even gaan. Toen ik het las, dacht ik dat is geen dolfijn. En daar gaat het om. Precies. Even twijfelde ik aan mezelf. Punt. En dan kan... Dit kan allemaal weg. Dat is allemaal uitleg. Maar toen dacht ik... Ze zei dolfijn. Ik doe gewoon een dolfijn. Precies. Dus bewoog... Ik op mijn eigen manier naar de overkant duikend en boogjes maken zoals ik dacht dat een dolfijn dat zou doen. Dat misschien zo. Dan misschien hier een regel wit. En toen ik aan de overkant boven kwam, stond de juf op en neer te springen. Dan zou ik gewoon zetten sprong de juf op en neer, want dan stond is eigenlijk dubbel.
sprong de juf op en neer en nam het te glimlachen. Dat kwam al weg. En riep dat ik het heel goed deed. En misschien in dit geval wel leuk om accentjes op te zetten, want je weet hoe overdreven juffrouwen dat zeggen. En dat iedereen naar Laris moest kijken, want die deed een hele goede dolfijn. Dat vind ik leuk, al die dingen bovenop elkaar gestapeld. Ja, precies. Ik zat gewoon vanuit het kind te schrijven. Nou. Ja, precies. Maar toen, twee keer en toen achter elkaar vind ik een beetje veel. Ja. Dus gewoon, ik mocht een ererondje, maar ik mocht... Oh. Ik mocht een ererondje voordoen. Dat is niet standaard zegswijze, hè? Nee. Ik mocht een ererondje maken... En dit kan weg. Terwijl de hele klas moest kijken hoe goed ik dolfijnen duiken kon doen. Moet dat erbij? Toen ik nou stond hier op wanneer heb ik het heel goed een hele goede dolfijn. Ik mocht een ererondje maken. Punt. Dat is misschien wel genoeg. Je hebt je punt al gemaakt. Kleine Laurens voelde zich een kleine held. Ja, dit kan weg. Het is allemaal niet zo leuk. Die teennagel vind ik echt niet leuk. Beetje dwars, hè? Vind ik gewoon vies. Wat heb je daar nou aan? En later in de les zou ik zeggen hier aan het eind van de les. Om een beetje ietsje meer... body aan te geven. Aan het eind van de les... Interessant. Ik vind het ergens dat ik daar een vraag over stel, want waarom vind je dat beter? Nou, later in de les vind ik het een beetje vaag en aan het eind van de les is meer duidelijk. Dan heb je aan het begin van de les en het eind van de les weet je, en dan heb je ook iets meer een beeld van, dan heb je die hele les gehad en dan zegt de juffrouw, nou doen we nog allemaal nog een keer dolfijnen duiken. Ik heb er meteen meer een plaatje bij. Het is maar een heel klein dingetje hoor. Ja, maar dat vind ik dus, maar, daarom vind ik het wel interessant. Ja, inderdaad. Ja. Dat wordt meteen beeldender als het... Ja, later is een beetje... Laatste in de tijd, ja. Cool, leuk. Aan het eind van de les deden we nog een keer de dolfijnen duik. En dan zou ik die dromer weghalen, denk ik. Tenminste, het staat een beetje raar, maar kleine Laurens was ook een beetje een dromer. Het is een beetje... Dus even kijken of het zonder kan. En ondanks dat ik al die andere kinderen precies dezelfde zeehondenplons zag doen als eerst. En ondanks dat ik daar best uit had kunnen afleiden dat ik weer mijn eigen dolfijn moest doen. Misschien is dat iets... Dolfijn moest doen. En dan zelfs al had ik de instructies van de juf gemist. Dat is niet duidelijk dat je die instructies had gemist. Dat kan eruit. Toch overwond dit keer de twijfel. Regelwit. Ik deed... De logge zeehondenplons. En na kun je... wel weghalen, want Drek komt ook wel kopiëren. Ik deed de logge zeehondenplons in plaats van mijn heldhaftige, wereldberoemde, prijswinnende, sierlijke dolfijnenduik. Even kijken. Eigenlijk moet het hier achter doorlopen, hè? Punt. Aan het eind van de les deed ik nog een keer dolfijnenduiken, maar ondanks dat ik al die andere kinderen... Alle andere kinderen precies dezelfde zeehondenplons zag doen als eerst. En ondanks dat ik daar best uit had kunnen afleiden dat ik weer mijn eigen dolfijn moest doen. Ho! Ho! Toch won dit keer de twijfel. Dat is de staande uitdrukking. Je raakte aan twijfelen. Eigenlijk zou je daar... iets van die verwarring op de een of andere manier heel kort in willen stoppen. Mm-hmm. Ja, want het kwam doordat ik niet had zitten opletten tijdens de instructie. Ik hoorde niet wat ze zei. Of zo. Was dat daarom... zo? Wat zeg je? Was dat zo? Was dat hoe het ging? Dat is hoe het verhaal het beste werkt, denk ik. Als ik de instructie niet heb gehoord en dus kijk naar wat de rest doet,
En dan in plaats van... Oké. Dan doe je zo. Aan het eind van de les... zei de juf iets dat ik niet verstond. Zo. Kom maar dat ik niet verstond. Dan is het logischer. Ja. Ik zag alle kinderen precies dezelfde zeehondenplons doen als eerst. Is die zeehondenplons nu duidelijk? Want volgens mij hebben we dat die is wel weggehaald, of niet? Ja. Nee, maar zeehond heb je nog staan, hè? Oké. Ja, is dat zo? Hé, heb ik het niet gezegd? Nee, volgens mij hebben we dat weggehaald. Oh, dat moest er wel in. Deed ze iets heel anders. Ja, ze deed een zeehond. Dubbele punt. Ja, exact. Zo, ja. Dan hebben we hem opgelost. Ja, ja, helemaal, klopt. Oké, dan hier. Ondanks... aan het eind zei dat ik niet verstond. Ik zag alle kinderen precies dezelfde zeehondenplons doen als eerst. En moet je eigenlijk... stond. En zag... ik denk dat je daar één zin van moet maken. Dat het een beetje doorloopt. En zag ik alle kinderen dezelfde... en dan niet precies dezelfde... dezelfde zeehondenplons doen als eerst. En ondanks dat ik daar best uit had kunnen afleiden dat ik weer mijn eigen dolfijn moest doen, toch won de twijfel. Nou ja, dit keer is dan niet zo raar. Dit keer kan dan weg. Als je de juf niet verstaan hebt, is het niet gek dat je twijfelt, vind ik. Mm-hmm. Ik deed de logge zeehondenplons. Ja, dan moet je ook nadoen inderdaad, want dan doe je de kinderen na. Nu snap ik hem. In plaats van mijn heldhaftige, comma, wereldberoemde, comma, prijswinnende, sierlijke dolfijnendijk. Ik kopieerde de methode van de rest in plaats van eerst even na te denken. Nee, dat zou ik wegdoen. Dat spreekt voor zich. Ja, het is misschien... Toen ik aankwam aan de overkant... wist het. ...zag ik... ik één, een teleurgestelde blik, want het is een nieuwe blik, hè? De, dat refereert aan iets wat je al kent. Zag ik een teleurgestelde blik in de ogen van de juf. Hier is het opeens een zwemjuf. Maar dit is natuurlijk ook een zwemjuf. Maar ik zou zwem... heb je eerder ook niet gezegd, hè? Nee. Ik zou gewoon dat weghalen. En dan hier moet nog wel iets bij. Maar die teennagel niet. Ja. De functie van de teennagel was om iets te hebben, een voorwerp te hebben waar de verslagenheid zich aan vast kan klampen. Ja, maar dit is, ik vind dat een beetje flauw. Persoonlijk. Mm-hmm. Wat zou een... je hebt mijn schoudertje zakte. Dat vind ik altijd een klein beetje raar om van jezelf te schrijven. Zeker als je het hebt over jezelf als klein kind. Mm-hmm. Maar, je kan bijvoorbeeld nog doen, ze zuchten. Maar het is een beetje, als klein kind zie je dat niet, hè? Nee, maar je voelt het wel. Je kan doen, ik was geen held meer. Ik was opeens geen held meer, zoiets? Of is dat niet... Ja. That works, ja. Yeah. Opeens of geen? Ik was opeens geen held meer? Of ik was geen held meer? Geen held meer. Oké. Ja. Een van de deelnemers van mijn schrijversclubhuis. Nou heb ik persoonlijk, hè, en dat is misschien gewoon puur voorkeur, maar ik doe mun, die afkortingen doe ik altijd alleen maar in citaten. Oh ja? Ja, en dan ik schrijf in gewone tekst altijd mijn. ik weet eigenlijk niet of het niet mag of zo. Maar hier ook, weet je wel. Zun, het. Dat doe ik altijd niet in... Maar goed, dat laat ik verder aan jou. Dus ik ga dat nu weer weghalen.
Ja, ik denk eigenlijk, ja, ik gebruik het door elkaar heen, naar gelang wat ik, hoe ik iets wil zeggen. Dus daar waar je nu staat, zou het inderdaad eigenlijk beter mijn schrijversclubhuis kunnen zijn, want dat is gewoon iets wat ik aan het uitleggen ben. Ja. Dan in die tweede ben ik iemand aan het afschilderen als iets. En daar zijn zijn buik en zijn zij over hem te passen wel in de... Ja. Dat is een beetje de overweging. Ja, precies. En nou, ik zou voor mijn gevoel hier in elk geval ook... Ja, zou ja, ik ook doen. Ik ook eigenlijk. Een van de deelnemers van mijn schrijversclubhuis vertelde... En vanochtend hoeft dan niet, denk ik. Want als je geeft al aan van waar ze vandaan komt, dat is genoeg onderbouwing. Vertelde dat ze op een netwerkborrel... En dan was geweest en dat daar een man meteen aan de slag ging met haar, de les, mansplaining. Dit kan ook iets korter. Een van de vertelde dat ze op een netwerkborrel een man tegenkwam. Een man sprak en dan kan je gewoon dit hele stuk laten doorgaan. Altijd ja. Een man, probably wit boomer, licht obese met een of ander saai serieus kutbedrijf. Heel grappig. Een man sprak... Die. Veel beter. Haar. De les ging mansplainen. Dat vind ik ook heel grappig om daar een werkwoord van te maken. Over dat ze geen goede pitch had en waarom ze geen visitekaartje. En twee keer had het niet zo mooi eigenlijk, nu ik het... Oh, inderdaad. Dat ze geen goede pitch... Dat haar pitch niet klopte... Of niet goed, of niet goed was? Ja, over dat ze geen goede pitch gaf? Nee. Ja. Ja, gaf, ja? Ja. Oké, gaf en waarom ze geen visitekaartje had. Je zou er haast van aan jezelf gaan twijfelen. Als je dacht dat netwerken om contact maken ging. Wacht even hoor. Je zou er haast van aan jezelf gaan twijfelen als je niet dacht. Of wel dacht. Ja, als je het wel dacht. Als je dacht dat netwerken... Misschien werkt het andersom beter. Als je dacht dat netwerken over contact maken ging... Dan zou je haast aan jezelf gaan twijfelen. Ja, want jij bedoelt het gaat over contact maken. Ja, ja. En dat denkt zij ook. Ja, precies. Totdat ze dus die je zou haast van aan jezelf gaan twijfelen. Maar je zegt haast. Als je niet dacht. Zou het voor mij zijn. Even kijken hoor. Je zou haast van jezelf twijfelen als je dacht dat netwerken. Want je gaat namelijk niet aan jezelf twijfelen. Ik las het zo van... Je zou haast van aan jezelf gaan twijfelen als je niet dacht dat netwerken... Werken over contact maken ging. Mm-hmm. Ja, dit... Waarom dit ingewikkeld wordt, denk ik, is... Ik schrijf dit een klein beetje vanuit haar perspectief. Okay. Dus zij komt op die netwerkborrel, zij komt die vent tegen. Zij gelooft zelf inderdaad dat netwerken over contact maken gaat. Yeah. Komt ze de vent tegen en die begint over een visitekaartje. Yeah. En dan denkt zij, ja, ik ga er haast aan mezelf door twijfelen. Mm-hmm. Misschien terwijl... Je zou haast van aan jezelf gaan twijfelen, terwijl je dacht... Nee, ook niet, hè? Dat is ook niet mooi. Misschien de bijzin omdraaien? Nee, ik vind dat twijfelen wel leuk om dat eerst te doen. Want dat is de reactie die je krijgt. En dan... Mm-hmm. Maar ja. Goed, laten we het even laten staan. Misschien lees ik het te kritisch. Je zou haast van jezelf twijfelen als je dacht dat netwerken over contact maken ging. Als je dacht dat het om het menselijk aspect ging in plaats van over karton en holle woorden. Maar hij zal het wel weten, want aan zijn buik en zijn saaie over hem te zien, zit hij vast al heel lang in het vak. Oké. Ja, nee, dat kan. Ik snap hem nu wel. Ik denk dat ik hem gewoon veel te kritisch lees. Ik snap hem wel. Hij is goed. En dan, wat is een professional? Waar komt die vraag vandaan? Is hij een professional? Hij vindt dit een professional. Moeten we hier niet het woord professioneel inzetten? Ja. Dat ze geen professionele pitch gaf. Dan hebben we het in één keer. Ja. Ja, nice. Ja. Wat is een professional? Stel, je bent een tekstschrijver. En je ziet om je heen allerlei andere marketeers dik doen over de no-like trust factor. Het bovu, tofu, mofu. Dat heb je bedacht, hè? Nee, ja. Dat, ja nee, staat dat echt? Ja, bottom of funnel, top of funnel, middle of funnel.
Idioten. Oké. Hero Hub Hygiene modellen en Customer Journey Touchpoints. Zo professioneel allemaal. Misschien kan je dit dan cursief zetten, om de grap nog een keertje aan te zetten. Zo professioneel allemaal. En jij hebt daar helemaal niks mee. Stel, je bent tekstschrijver en je ziet het er zo professioneel helemaal en jij hebt er helemaal niks mee. Niet alleen omdat je nooit van je leven al die woorden zult begrijpen, zou ik doen. Leren kan weg. Laat staan. Mm-hmm. En dan die braaknegen. Sorry hoor. Dan zou ik dus weer wegdoen. Hij haalt alle gore dingen uit mijn tekst. Alle gore haal ik. Ja, dus je mag het weer terugzetten. Maar ik zou... Niet alleen omdat je nooit van je leven al die woorden zult begrijpen. Laat staan uit je strot krijgen. Dat vind ik genoeg. Ja. Uit je strot krijgen is al. Ja. En ik ben natuurlijk... Je strot is al niet heel netjes. Ja, precies. Per se. En dan braak me... het is, ik vind dat een tikje puberaal. Maar misschien is het gewoon mijn leeftijd. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als ik als je een beetje onzeker schrijft, dat je overboord gaat met de grappen. En dat kan hetzelfde natuurlijk werken met weet je, als je heel erg nodig een punt moet maken van dit is verschrikkelijk, dat je dan te veel ja, nou ik vind het hier heel leuk. No like just bofu mofu hero hub catch. Dit vind ik super leuk, want het is allemaal jargon. Ja. Maar dit is dan twee keer schelden bovenop elkaar. Ja, dan is het punt ook wel gemaakt. Ja, ja precies. Ja, houd klein. Hoe kleiner, hoe sterker. Maar ook omdat je zo gewoon niet wil zijn. Even kijken hoor. Niet alleen omdat je nooit wil zijn, maar ook omdat je zo gewoon niet wil zijn. Voor jou draait je vak om mensen en om contact maken met die mensen. En contact maken heb je al gezegd. Mm-hmm. Kan je niet gewoon... mensen en elkaar helpen of zoiets? Iets inhoudelijker dan contact maken? Ja, hoewel ik een beetje vind, denk ik dat de herhaling van het contact maken ook duidelijk maakt dat het over dezelfde situatie gaat. In zowel de visitekaartje situatie als de bofu mofu situatie. Oké. Okay. Vind je dat niet nodig? Oké. Nee, kan wel. Maar kan je dan zeggen, voor jou draait je vak om mensen en om contact met ze maken? Dat is ook niet zo mooi. Ja, ja. Laat maar staan. En dat zet je voor een ingewikkeld blok. Interessant, want dit is een anglicisme. Toch? Zet je voor het blok, wilde ik, denk ik. Zet je voor het blok? Is dat niet... Of is het toch Nederland? Ik weet het tegenwoordig ook vaak niet meer. Het is wel een Nederlandse uitspraak, maar ik weet eigenlijk niet of ik hem goed gebruik. Je zet, als je iemand voor het blok zet, ja. Dan zet je hem voor een heel moeilijke keuze, zo van, weet je wel, waar je eigenlijk niet uit kan kiezen, zoiets. Ja. Misschien is dat niet wat misschien dit is, het gewoon wel Nederlands eigenlijk, toch? Goed, nou. En dat zet je voor een ingewikkeld blok. Dus ingewikkeld vind ik wel grappig, want eigenlijk kan een blok niet ingewikkeld zijn, maar vooruit. Professionals hebben het over allemaal complexe cupmodellen en visitekaartjes. Jij hebt geen idee waar ze het over hebben. Of je hebt in elk geval naar je eigen inschatting te weinig kennis om erover mee te praten. Bovendien wil je dat ook helemaal niet. En dus ben je geen professional. En je zult het ook nooit worden. Ook kun je er eventueel nog achter zetten. Eventueel. Ja, dan heb je die andere ook weg. Nee, dat is juist leuk. Je zult het ook nooit worden ook. Ja, dat vond ik. Dat is echt kindertaal. Ja, maar en je zult het ook nooit worden. En je zult het nooit worden ook. Als je eindigt met ook is mooier. Het is altijd mooier om te eindigen op een beklemtoonde lettergreep. Kort. Oké. Okay. Ja, het probleem hier zit hem in de definitie van professional. En dan vraag ik me af of we dat niet eventjes weg kunnen halen. Want iedereen snapt dat. Je hebt daar geen aanhalingstekens nodig. Maar, en als je het toch wil, dan kan je het mooier cursief zetten. Okay. Want de aanhalingstekentjes die storen heel erg. Ja. Bij het lezen heb je dat niet? Ja, ik heb het ooit zo geleerd van mijn eindredacteur. Die deed dat wel? Ja, haar regel was, je moet, als je het over een woord hebt, dan gebruik je enkele aanhalingstekens. Dus zo'n soort van... Ik verzin altijd mijn eigen regels. Ja, ik ook. Ik heb geen enkele
vroeg ging om die regels te doorbreken. Het gekke is dat mij stoort het enorm, en ik denk meer kritische lezers, omdat het suggereert dat je het ironisch gebruikt of zoiets dergelijks. En dat is helemaal niet zo. Je wil alleen maar... dus oké. Okay. Ja. Goed. Wat het woord voor jou ook is, komma, waar je weerstand tegen voelt. Denk ik dat er een komma moet. Want ik hoor daar een leespauze. Want waarschijnlijk heb je geen weerstand. En dan zou ik dat even benadrukken. Tegen de identiteit van een marketeer. En ik zou dan zeggen een netwerker, een professional... of wat dan ook, maar alleen tegen de definities zoals je anderen die ziet invullen. Moet dat erbij? Misschien wel. Maar wat bedoel je met de identiteit? Bedoel je het werk van een marketeer? Of wat bedoel je exact? Wat is identiteit hier? Ja, dat is een goede. Daar zit het. Wat ik bedoel is dat... Ook weet het. Sorry. Je bedoelt tegen marketing. Tegen netwerken. Ja. Tegen professionalisme. Dat is het eigenlijk. Hè? Hoewel ze wel denken dat ze daar misschien weerstand tegen hebben. Omdat ze dus een identiteit... nu haal ik het af door elkaar. Een definitie van marketing in hun hoofd hebben gehaald. Die ze van iemand anders hebben geleend. Oh ja. Ja. Nou ja, dan kan je zetten. Dan kan je dat ook doen. Geen weerstand tegen verkopen, comma. Je hebt ze natuurlijk ook. Mensen die creatief is. Maar verkopen, comma. Mensen leren kennen. En goed zijn in je vak. En dan kan je hier achter zetten. Verkopen. En dan zet je hier achter marketing. Of wordt het dan te ingewikkeld? Mensen leren kennen, netwerken. Dan kan je het gewoon anders noemen. En goed zijn in je vak. Professionalisme. Professionaliteit? Ja, tijd in het Nederlands. Maar alleen tegen de definitie zoals anderen die... maar alleen tegen de definitie. En dit hoef je dan niet, want dat hebben we net al benadrukt. Cursief te zetten. Zoals je andere... tegen de definities. Zoals je anderen die ziet invullen. Het is hartstikke zonde als jij zelf deelname aan een van die ontzegt. Alleen maar omdat je... Het is hartstikke zonde als jij zelf deelname... Moet het echt een speelveld heten? Nee hoor, absoluut niet. Nee. Kijk er nog. Ik geloof een dat beetje het naam wordt helemaal... Het is met... gewoon eigenlijk een beetje dubbelop. Even kijken hoor. Het probleem zit hier... Er zit een... In de definitie rond over de... Want waarschijnlijk heb je geen weerstand tegen verkopen, mensen leren kennen en goed zijn in je vak. Maar alleen tegen de definities. Zoals anderen die invullen. Die soms invullen. Dat is makkelijker. Lees makkelijker. Ja. Want laten we wel wezen. Je bent niet gek als je vindt dat professioneel zijn niks te maken heeft met je grondbullshit over je doelgroep heen braken. Oké, dat mag wel van mij. Je bent niet gek als je vindt dat marketing niet gaat om mensen shit aan te smeren. Aansmeren. Te kan weg, hè? Toch? Zit aan smeren die ze niet nodig hebben. Ja? Ja, kan dat weg? Dacht het. Je bent niet gek als je vindt dat niks met je gewoon bullshit over je doelgroep heen braken. Je bent niet gek als je vindt dat markt er niet gaat om mensen shit aan smeren die ze niet nodig hebben. Ja, dat kan weg. Je bent ook niet gek. Ik zou het voor de derde keer ook erbij zetten. Als je vindt dat netwerken of verkopen of acquireren... Dan doen we verkopen weg, want dat hebben we net ook al gebruikt. Niet gaat om zoveel mogelijk mensen zo kort mogelijk een tijdje pitch door de strot. En dan zou ik wel zeggen duwen, want het is een staande uitdrukking. Oké. De wereld zit niet zo ingewikkeld in elkaar dat je er stapels nog jargon voor nodig hebt. Intuïtief weet je prima hoe het in elkaar zit, in elkaar zit. Dat doe je twee keer. Intuïtief weet je prima wat belangrijk is. Dit kan weg. Ja. Wat belangrijk is. Het gaat erom dat je leert vertrouwen op. Dat je erop leert te vertrouwen. Dat je intuïtie klopt. Ja. Dat je intuïtie klopt. Dat je de instructie... En dan doen we zo. Het gaat erom dat je erop leert te vertrouwen dat je intuïtie klopt. En dan doe je witregel. Dat je de instructie goed gehoord hebt, ondanks dat de rest van de klas de zenuwsprong doet.
je weet, vertrouw jezelf. Negeer de zeehonden. En dan maak de juf trots. Dat is make the teacher proud. Gebruiken we dat ook al in het Nederlands tegenwoordig? Blijkbaar. Blijkbaar, boomer. Volgens mij kan er hier nog iets uit. Hoe zou jij het zeggen? Nee, het is merk de juf trots. Ik snap het helemaal, maar ik hoor het Engels er doorheen. Ja, ja. Ik hoor gewoon make your mom proud. Of... make your mama proud, ja. Maar een heleboel van... maak de juf trots kan ook gewoon een Nederlandse zin zijn. Dus niet heel erg. Heel even, het voelt hier een klein beetje zwaar nog. Stel je... daar heb je helemaal niks mee. En je had dit... Wacht even hoor, ze zullen het beter weten. Het is een professional. Dit is een tussenkopje? Kan, ja. Ja. Zo. Ja, dat is handig. Kijk hoor, dit was helemaal grappig. Niet in zin, maar ook omdat je zo gewoon niet wil zijn. Voor jou, dat zet je voor een blok. Professional, complexe, culminante zitkaartjes. Je hebt geen idee waar ze het over hebben. Hè? Bovendien wil je dat ook helemaal niet. En dus ben je geen professional. En hier heb je ook al gezegd, niet wil. Het probleem zit hem, hier zit hem in de definitie van professional. Of netwerk van acteur. Wat het weerzinwoord voor jou ook is. Waar je tegenstand tegen voelt. Wat het woord voor... Nou, je hebt al de weerstand al. Nee. Want waarschijnlijk heb je geen weerstand tegen verkopen. Maar alleen... En netwerken. Dit heb je eigenlijk al gezegd. Misschien kan het gewoon weg. Verkopen. Tegen mensen leren kennen. En tegen goed zijn in je vak. Dat laten we wel wezen. Je bent niet gek als je vindt met je grondpoel zit. Of je eigenlijk is dit een hele tussenkop, maar hij is een beetje lang. Dus laten we het zo doen. Je bent dus niet gek als je vindt dat professioneel zijn niks te maken heeft met je grondbullshit over je. Daar zou ik een hele tussen uitbraken eigenlijk, hè? Of over je doelgroep heen uitbraken. Doe je dat wel, zo'n lange tussenkop? Nee. Maar het kan best. Het kan best. Ja, ik zit jou ook altijd doen. En dit is wel, dit is namelijk wel de hele stelling. Ja. Ja. Je bent niet gek als je vindt dat markt niet gaat om mensen. Je bent ook niet gek als je vindt dat netwerk niet gaat om sommige mensen. Je bent zo dat in de wereld zit niet dat je stapels gewoon voor nodig hebt. Ha. Ja. Dit kan je wel als één ding. Maar je zou hier ook een tussenkop van kunnen maken. Maar dan kan je daar weer niet een tussenkop van maken. Wordt een beetje te veel. Oké, okay. Het is volgens mij wel goed. Ja. Wacht even. Dit hebben we helemaal verkeerd gedaan. De zwemjuf. De badjuf. Badjuffrouw. De badjuffrouw. De zwemjuffrouw. Hoe noemde je die? De badjuf? Badmeester en de badjuffrouw? Volgens mij noemde dat de juf. Ik kan me niet... Ja, maar noem je zwemjuf of badjuf? Ik kan me herinneren dat ik badjuf ook altijd ouderwets vond. Dat iets, vond ik altijd iets wat mijn moeder zou zeggen. Dus dan doen we gewoon de juf? Ja. Zeven jongens hadden wel eens de hand van Tandip. En nu zijn we allemaal naar de overkant. Moet je weg? Nee, nog niet. Met mooie boogjes. De juf maakte een sierlijk gebaar met haar hand. Ik zag het meteen voor me. Maar toen mijn klas naar de stad gingen deze iets heel anders. Ze deden een zeehond. Ze hadden nooit een soort van vooruit. Even tijd. En toen dacht ik, ze zei dolfijn. Ik doe gewoon een dolfijn. Dus boog ik mij even in de duikende boot. Ja. En toen ik boven kwam, aan de overkant kwam weg. Want dat heb je, hier staat ook al aan de overkant. En toen ik boven kwam, sprong juf op en neer en riep dat ik het heel goed deed. Schattig. Aan het eind van de
les zei de juf iets dat ik niet verstond en zag ik alle kinderen dezelfde plons doen als eerst. En ondanks dat ik ja, best had kunnen raden, moet dat afleiden? Nee, laat, ja. Nee, hoeft niet. Ja, laat toch maar staan. Best had ik kunnen afleiden dat ik weer mijn eigen dofamie doen. En die komma na iets, is die nodig? Hè? Die komma na iets aan het begin van die alinea? Aan het einde van de les zei de juf iets dat ik niet verstond? Ja, voor mijn gevoel. Ik weet niet of het 100% klopt hoor. Die twee komma's zo dicht bij elkaar, vind ik gek. Ja. Maar een komma is puur om het duidelijker te maken. Ja, het kan ook weg. Ja. Zo zou ik hem doen. Zei de juf iets dat ik niet verstond? En zag ik alle andere kinderen... En zag ik alle kinderen... De andere kan weg... En zag ik alle kinderen dezelfde zeehonden plons doen als eerst. En ondanks dat ik daar best uit had kunnen afleiden dat ik weer mijn eigen dofijn zoen, toch van de twijfel. En dus daar mag wel een accentje op om het aan te geven voor de lezer. Ik deed de logge zeehonden plons na in plaats van mijn heldhaftige wereld. Toen ik aankwam in de overkant zag ik een teleurgestelde blik in de ogen van mijn juf. Ik kan eventueel hier gewoon... Oh nee. Een nieuwe... Ik was geen held meer. Als je dat wil. Een van de deelnemers van mijn... En hier moet eigenlijk dan een accentje op, want het is één. Toch? Dacht ja. Ik. Een van de deelnemers van mijn schrijversclub heeft verteld dat ze op een net met een man sprak. Haalt u de man? En waarom ze geen visitekaartje had. Je zou er haast van jezelf twijfelen als je dacht dat het netwerk over contactmaker ging. Ja, klopt wel, zeker. Als je dacht dat het om menselijk aanspraak ging in plaats van over karton en holle woorden. Maar hij zal het wel weten. Misschien ook hier, zo... Want als zijn buik en zijn saai over hem te zien zit, is het nog grappiger. Want als een professional statement dat ik schrijf, en je zit hem in alle andere markten, die is dik en over. Zo professioneel. Dat zet je. Voor mij hoeft er nooit wat aan het einde bij zo'n opsomming. Want die punt in een bolletjesopsomming, dat is al een leesteken. Alright. Ja. Niet iedereen is het daar maar eens. Sommige mensen vinden als er meer zinnen staan, moet er wel dan weer een leesteken achter die zin. Maar ik doe dat gewoon niet. Ja, ja. 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 Zo heb je er nog een verdediging voor ook. Ja. Dat het een leesteken is. I like it. Ik ben er inderdaad altijd mee aan het zoeken van wat staat hier nou goed. Ja, ik vind altijd van... Wacht, eventjes dit doen, anders dan... Dan begin ik even opnieuw. Kan ik het eruit knippen als ik het gebruik? Ik vind altijd dat je gewoon moet streven ook naar visuele helderheid. En hier weer een komma of een punt of wat dan ook achter is gewoon minder mooi. En minder licht om te lezen. Ja. En dat is dezelfde filosofie als van de komma's. Je moet je lezer een beetje een handje helpen met makkelijker maken van je tekst. Ja, en dat is dan om puur om dat al die diakritische tekens... hem helpen om de tekst te lezen. Maar hier het weglaten is meer om... Dat is meer puur visueel... dat het schoner eruit ziet. En dat die bolletjes zijn al... de onderverdelingspunten. Ja. Dus je kan er inderdaad iets voor zeggen... dat als het dan alinea's worden... met meerdere zinnen of zo... dat je dan aan het einde misschien wel een punt zet. Ja. Maar... goed... professionals hebben het over allemaal complexe... cool-moderne visitekaartjes. Jij hebt geen idee waar we het over hebben. Of... Je zou ik er weer voorzetten. Of je hebt in elk geval naar je eigen inschatting te weinig kennis om mee te praten. Bovendien wil je dat ook helemaal niet. En dus ben je geen professional. En je zult het nooit worden ook. Ja, het probleem hier zit met de definitie van professional of netwerk of marketeer. Wat het woord voor jou ook is. Wat het woord voor jou ook is waar je weerstand tegen voelt. Want waarschijnlijk heb je geen weerstand tegen verkopen, marketing, tegen mensen leren kennen, netwerken, tegen goed zijn in je vak. Ja. Je bent dus niet gek als je vindt dat professioneel zijn niks te maken heeft met je gewoon bullshit over je doelgroep uitbraken. Dat is één klein argumentatieprobleempje. Dat die man in dat schrijversclubhuis had geen jargon bullshit. Die zei gewoon je pitch en je visitekaartje deugen niet. En jij... Ja maar dat inderdaad, bij het kopje wat is professional natuurlijk wel. Ja. Oh ja, dat is dit. Maar misschien is het beter om terug te verwijzen dan naar de fysieke man, dan de abstracte
Nou ja, het is, dat is een, dat realiseer ik me. Ik dacht, wat is er toch? Maar dat is er nog wat ik in mijn hoofd had. Van, hij heeft op zich, heeft hij... flauwkul dingen, want daar gaat het niet om. En, maar, in de, maar het is niet echt jargon, maar dat zijn de typische marketingonderdelen die alle beginnende ondernemers denken dat ze moeten hebben. Ja. Even kijken hoor. Maar je, je haalt het hier wel weer terug. Visitekaartjes haal je terug. En dat, je kan misschien doen... Bovendien wil je helemaal niet... Je kan het zo opvangen. Bovendien wil je helemaal niet... Hupplepup pitchen. Dan heb je het visitekaartje... En de, daar er weer in gestopt. En dan is het wat... Komt het allemaal weer wat meer terug. Verbind je het een beetje associatief alsnog. Ja, precies. Bovendien wil je helemaal niet... Ja, de elevator pitch noemen ze het niet meer tegenwoordig, hè? Ja, wel. Oh, ja. Dan kunnen we dat doen. Zou die man, nou, voor, zo zou die man het, volgens mij noemde, ze, noemde die man, want die man die bestond wel echt. En dat, de klacht van deze... Oh, dat is gewoon zo staan. Ik noemde het volgens mij ook echt elevator pitch. Ja, heel ouderwets. Maar normaal noem ik het, zou ik dit cursief zetten, maar er zitten zoveel Engelse woorden dat je denk ik wel bezig kan blijven, dus... Nou. Ja, precies. Het is ook een marketingterm. Ik ben daar ook mee opgehouden. Het, het Engels is zich zo in mijn taal genesteld dat het, dat het geen houden meer aan is. Het is. Nee, ik geloof dat we eigenlijk ook langzaamaan. En dus ben je geen professional. Dan kan je eventueel zo nog wat benadrukken. En je zult het nooit worden ook. En hier had je een tekeningetje, denk ik, onder, of niet? Dat is niet meegekopieerd toen ik het kopieerde. Het zou het kunnen, ja. Van iemand die heel verdrietig kijkt of zoiets dergelijks. Of, Het zou kunnen dat ik er een... soort, tekening van verdriet of iets. Of een plaatje of een foto. Zou, als je iets wil, kan je dat. Het zou kunnen dat ik er een soort van uitlegplaatje had gemaakt. Ja, je had dus iets erin, maar ik ben het ook kwijt. Maar hier kan je eventueel, als je iets wil. Want dit is... Nou ja, eventueel. Het probleem zit hem... Oh ja, we doen hier erachter. Het probleem zit hem hier. In de definitie van professional, of netwerk, of marketeer, wat het wordt. Wat het wordt voor jou, kies weer een tablet. Waarschijnlijk geen, dat is geen, niks te maken heeft met jargon bullshit over je doelgroep uitbraken. Kan je dit gewoon doen met elevator pitches over je doelgroep uitbraken? Ja. Dan hebben we het gewoon helemaal wel goed. Dat is het opgelost. Je bent niet gek als je vindt dat marketing niet gaat om mensen zitten aan smeer die ze niet nodig hebben. Ik heb niet gehad om smelen, dus ik kan pitchen. En dan de pitch niet hier, maar je aanbod door de strot duwen. Ja. En ik kan ook zeggen, dan zou ik het, in dit geval zou ik het dan nog iets specifieker maken. Om zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd op je nieuwsbrief te krijgen. Of plat te mailen. Voor je op je koopknop te laten drukken. Ja. Maar ik kan denken dat altijd dat eindeloze aanbiedingen herhalen, weet je wel, 6 keer in 2 weken waar je helemaal gek van wordt. Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Zoveel mogelijk daar verkoop gaat, e-mails te sturen. Is dat wat? Maar dat is ook niet specifiek. Om zoveel mogelijk mensen... Oh. Het is saai. Dat kan niet. Ja, een beetje. Hè? Om zoveel mogelijk mensen in... Oh, dan doen we het zo. In 2 weken tijd... 6 verkoop-e-mails te sturen. Dat kan wel. Ja. Of is dat raar? Nee, dat kan niet. Zoveel mogelijk mensen in 2 weken tijd 6 verkoop-e-mails te sturen. Niet gaat om... Misschien toch iets met dat aanbod. Want okay. Ik denk de nuance zit erin van... ga je een gesprek in met focus op de uitkomst... of gewoon met focus op het gesprek zelf? Ja, dus je aanbod door de strot te duwen dan. Wordt het gewoon ietsje minder specifiek, maar wel exacter. Ja. De wereld zit niet zo ingewikkeld in elkaar dat je als stapels jargon voor nodig hebt. Intuïtief weet je prima wat er belangrijk is.
En dit, hier zit de crux. Deze zin moeten we dan nog even oplossen. Het gaat niet om jargon, het gaat om die Amerikaanse voorbeelden. De uit de Amerikaanse verkoopschool afkomstige agressieve verkoopmethode. Daar gaat het eigenlijk om, toch? Of niet? Of kleed ik dat te veel in? Nou, ja, kijk, niet alleen. Want een van de redenen waarom mensen onzeker worden, is dat ze ook het gevoel hebben dat ze het niet genoeg snappen. Dat ze niet genoeg begrijpen, omdat er zoveel jargon is. Oké. Dat voorbij gaat. Oké, ik snap hem. Ja, ze denken gewoon dat ze niet meedoen. Ja. Terwijl ze juist veel beter meedoen, maar dat hebben ze niet door. Ja, oh, ik snap hem. Oké, dat is een goeie. Heb ik dat dan nou per ongeluk eruit gehaald of niet? Nee, niet helemaal, geloof ik. Nee. Want dat zit bij... Die woord niet zo begrijpen. En dan hebben ze het over die modellen. En dan gaat het over definities. Je hebt geen weerstand tegen dat. Als je professioneel vindt dat met 11, dan is het dus hier. Nu snap ik waarom je hier eerst die jargon had. Maar dan zou ik het zo doen. Je bent dus niet gek als je vindt dat professioneel zijn niks te maken heeft met marketingjargon kennen. Dat is eigenlijk wat je bedoelt. Met marketingjargon gebruiken. Precies. Dat is het. Je bent niet gek als je vindt dat marketing niet gaat om mensen zitten aan het spelen. Je bent ook niet gek als je vindt dat niet gaat om. Even kijken hoor. Je bent dus niet gek als je professioneel zijn niks te maken. Je bent ook, nou moet hier al ook. Je bent ook niet gek als je vindt dat marketing niet gaat om mensen zitten aan smeren die ze nou nog hebben. Je bent niet gek als je vindt dat accureren niet gaat om zo. Ja, zo klopt. Ja, nu een beetje dubbelop, hè? Waarom? Zitten aan smeren die ze niet nodig hebben en het aanbod door de strot duwen. Oh ja. Je bent ook niet gek als je... Nou, dan haal het weg. Ja. De wereld zit niet zo ingewikkeld in elkaar dat je een stapeltje gewoon voor nodig hebt. Intuïtief weet je prima wat belangrijk is. Er kan weg wat belangrijk is. Ja. Het gaat erom dat je erop leert te vertrouwen dat je intuïtie klopt. Dit is eigenlijk een tussenkopje. Dit is heel belangrijk. Het is altijd als mensen zeggen... En toen hield ik op met al die marketingboeken en websites lezen... Dat is het moment waarop ze volwassen worden als, weet je wel, een soort van... Ja, dat ze gewoon hun eigen ding gaan doen. Maar iedereen doet dat. Je zit gewoon 2 jaar lang alles als een gek te lezen. En dan pas als je dat een beetje verwerkt hebt, denk ik ook. En, ja. Ja, oh, het is gewoon wat ik eigenlijk in het begin al dacht. Ja, verdorie. Het gaat erom dat je op leert vertrouwen dat je intuïtie klopt. Dat je de instructie goed gehoord hebt, ondanks dat de rest van de klas zijn. Dat je weet, zo is je hartstikke mooi. Ja. Dus nu zijn we eruit. Ja. Ik snap het ook niet helemaal. Misschien dat je de instructie goed begrepen hebt. Ja. Ja, want je had hem niet gehoord, maar je hebt hem wel begrepen. Ja. 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 Leuk. Geraden hebt, nee. Ja, zover denken mensen niet door. Dit is goed.